Ja, ik denk dat we al snel 0-2 in het krijt stonden. Hè. En dan loop je weer achter de feiten aan vandaag. Ja, nochtans, denk dat we vandaag wel een degelijke tweede helft spelen en zelfs nog een aantal kansen afdwingen. Maar ja, jammer genoeg laten we die kansen dan ook liggen en komen we te laat eigenlijk in de wedstrijd om nog iets te doen. Ik vond dat we een hele goede eerste helft speelden, goed georganiseerd, op de juiste momenten onze doelpunten maken. Het enige minpuntje was dat we 0-3, 0-4 kunnen en moeten maken. Dan weet je, ja, tweede helft, dat Westerlo zeker met een heel balvaste spits, à la Gounoumbé, met lopende mensen er rond, snel die diepte gaat zoeken. En ja, dan zag je dat wij het moeilijk hadden om vanuit onze organisatie te voetballen. Uiteindelijk komen we het vrij goed door, maar ja, dan beginnen zij met heel veel powerplay. Gooien ze nog een spits en een oude lat erbij. En dan ja, hadden we een schitterende Davino Verhulst nodig om ons in de wedstrijd te houden. En op het moment dat je denkt van oké, zij gaan niet meer scoren, ja, geef een domme penalty weg. En dan weet je dat het nog stressen is. En voor hetzelfde geld heeft Lecomte nog de 2-2 aan de voet. En dat had heel zuur geweest, maar vandaag was het geluk dat je altijd nodig hebt om een wedstrijd te winnen. Vooral de tweede helft aan onze zijde. We hebben de eerste time eigenlijk wel laten liggen. En dat stoort mij ook enorm. Dat we ook iedere keer thuis zo onzeker zijn als we achterkomen. En het dan niet met ons eigen initiatief kunnen corrigeren. En dan hebben we toch wat problemen als wij zelf, inderdaad, wat ik zeg, en dat is het verschil met thuiswedstrijden, het initiatief moeten pakken. Daar zijn we toch nog te veel kwetsbaar. Natuurlijk ben je tevreden over de tweede term, maar ik vind dat wij vandaag nooit niet mogen verliezen. Als je heel wedstrijd ziet, dan is het zeer bitter. Ik kan voor Bob de situatie wel begrijpen. En als je 2-0 voorkomt, dan wil je het ook over de streep trekken en ben je blij, de 3 punten. Maar als ik mijn team vandaag kijk, in basis van de tweede term vooral, de kans in totaliteit, dan hadden we minstens een punt moeten pakken. Nu blijven we er hangen en blijf je als coach kwetsbaar met al de goede intenties die je hebt. En zie je dat de ploegen zeer goed bij elkaar zitten en dat we allemaal onze problemen hebben en heel veel moeite hebben om een reeks te zetten. En dat we zo kwetsbaar zijn in bepaalde situaties, maar van de andere kant ook weer heel positief kunnen voetballen en ook weer als groep kunnen opstaan. En daardoor zal deze competitie denk ik nog lang spannend blijven. Ik denk dat iedereen een boost gekregen had na vorige week, maar ja, je ziet dat opstaan daar en hier thuis tegen Lokeren, dat het een heel andere manier van spelen is, denk ik. Hè. Ik denk opstaan daar kan je iets afwachtender en meer loeren op de counter. Maar hier thuis moet je het spel zelf min of meer kunnen maken en ja, ik denk dat we de eerste helft niet in geslaagd zijn. Tweede helft, ja, een beetje frustrerend. Je ziet dan minstens een vijftal goede kansen die er, ja, die er gewoon niet in gaan. Hè. Ja, en ik denk een vijftal heel goede kansen. Hè. Ik denk, ja, het zijn kansen die we gewoon moeten afwerken. En dan maak je gewoon kans op nog een gelijkspel of zelfs misschien nog meer. Want op basis van het spel was ja, gelijkspel minstens gerechtvaardigd. Hè? Ja, ik denk als je de hele wedstrijd bekijkt, dat een gelijkspel wel bulk was geweest. Je kan er niet te lang bij stilstaan. Je moet weer aan de slag. Je moet met die trainingen verder morgen vroeg. En dinsdag moeten we er weer staan. En Moeskroe moeten weer opnieuw weer punten pakken. Het eerste doelpunt was opnieuw eigenlijk een vermijdbaar doelpunt. Ja, word je daar moedeloos van? Ja, ik kan het wel zeggen. Maar ja, ik word daar stondziek van natuurlijk. Maar ja, wat doe ik eraan? Ik kan die bal daar niet wegtrappen. En ik kan ook die andere bal die terugkomt, die van de keeper, ook niet binnentrappen. Het wordt ook steeds moeilijker op mijn leeftijd. Maar ik had er vroeger minder problemen mee, maar als je dat ziet, ja, daar word je tuurluur van. Dat is heel simpel.